Ik ben werkvoorbereider bij Twente Milieu. En wij hebben vandaag het beeld de veestoet teruggeplaatst bij de Kappen. In de opdracht van de Beeldende Kunst Haaksbergen, Stichting Beeldende Kunst Haaksbergen. Hij is verwijderd geweest. Hij is een aantal jaren geleden is hij verwijderd geweest. Een opslag van de gemeente beland in verband met de verbouw van de Kappen CQ Bibliotheek. Toen heeft hij in Noord-Juris gestaan. Toen moest hij weg en die is hier in opslag gekomen. In opdracht van de stichting hebben we hem teruggeplaatst vandaag. Ik ben geboren in Amsterdam in 1944. En ik ben op 23-jarige leeftijd naar Twente verhuisd. Ik kon hier tekenleraar worden. En nu woon ik dus al zo lang in Twente. Je kunt dus zeggen dat ik eigenlijk een Amsterdamse tukker ben. Ja, een kunstenaar maakt kunst. En dat doe ik mijn leven lang al, althans vanaf de opleiding tot nu. Dat is dus ruim een halve eeuw. Het begint altijd bij een idee. Want ik ben dan, zoals het heet, conceptueel kunstenaar. Dus ik ga uit van de idee. De idee is een gevolg van de locatie waar iets moet gaan komen. Nou, dan gaat het brein werken. En op basis van dat idee, van dat concept, bepaal ik het materiaal. Dat is in dit geval RVS, maar dat kan natuurlijk ook verf zijn. Hè? Kijk wat het is, een kunstwerk. Zo gauw het de vrijheid ingaat, dus de kunstenaar laat het los, is het kunstwerk vogelvrij. En dan, als het buitenwerk betreft, kunnen de weergoden daarmee aan de haal gaan. Weergoden zijn ook vaak vandalisten. Maar natuurlijk ook vindt er ander vandalisme plaats. Dit is zogenaamd gevouwen, hè? Een feesthoed, gevouwen feesthoed. Van een krant, hè, deed je dat, jij ook ongetwijfeld als kind. Zo kun je ook bootjes vouwen, feesthoeden vouwen, vliegtuigjes vouwen. Nou, er komt dus nog TCT een vliegtuig, ook van RVS, ergens. En dat is de trilogie compleet, hè? Dat is een andere trilogie als die hier genoemd wordt, op die paal. Dat is dan de trilogie van de vouwboot, de feesthoed en het vliegtuigje. Ik ben na een aantal jaren blij dat het weer op dezelfde plek staat.